nucleaire oorlog tussen kernmachten na, is dit waarschijnlijk de meest belangrijke ontwikkeling voor de veiligheid in de wereld. Dat is de boodschap van onze gast vandaag. In zijn carrière van ruim 38 jaar bij Defensie werd hij uitgezonden naar onder andere Mali, Afghanistan en Somalië. Als commandant der strijdkrachten moest hij grote bezuinigingen doorvoeren in het leger. En tijdens deze periode begon er echter iets aan hem te knagen. Was de nieuwe grote vijand niet klimaatverandering? Nou, en die twijfel dat resulteerde in het volgende boek, Klimaatgeneraal, waarin meneer Middendorp voor het eerst de relatie legt tussen onze veiligheid en klimaatverandering. Maar wie is nou deze man die een heel boek heeft geschreven over een relatie die we nog niet eerder zagen? Nou, om dat ons uit te leggen is hij hier vandaag zelf, voormalig commandant der strijdkrachten van Nederland, generaal Tom Middendorp. Hoi. Welkom. Goeiedag. Welkom. Hoi. Zo, wat leuk dat u er bent. Ja, hartstikke leuk. Nee, leuk hier te zijn. Ja. Ter voorbereiding op dit interview hebben we ons natuurlijk helemaal in de wereld van Defensie ondergedompeld. En hebben we ons alles laten vertellen over militaire gewoonten. Ze hebben gehoord dat t-shirts op mesbreedte moeten worden opgevouwen en het bed strak dient worden opgemaakt. Welke gewoontes heeft u daar het over gehouden? Welke wat? Welke gewoontes heeft u overgehouden? Nou, wel dat ik mijn boel wat beter opruim, want dat moest ik ook even leren. Ja. Ja. Toen ik voor het eerst bij Defensie kwam, je moet je kasten inrichten en dat moet allemaal gestandaard op mesbreedte. Met name in de jaren 70 was dat nog wel heel belangrijk. Ja. Zijn ze nu wat los? Was dat even wennen? Ja, even wennen. En we zijn nu wat relaxter wat dat betreft. Ik was nooit zo goed de kleren opvouwen, dus daar ben ik nog steeds niet zo goed in. Dus dat kreeg ik vaak op een donder. Ja. Okay. Ja. Ja. Waarom heeft u toenertijd die keuze gemaakt om bij Defensie te gaan? Ja, daar heb ik laatst, dan kijk ik die vraag vaker en dan denk ik daarop terug. Ik denk op dat moment, ik had me aangemeld voor de TU Delft om daar te gaan studeren. Maar ik had zoiets van, ik vind dat niet genoeg. Ik wil meer. Ik wil meer uitgedaagd worden. En toen zei een vriend tegen mij, die dat misschien in mij zag, van nou is de KMA niks voor jou? Ja. De Militaire Academie. En toen dacht ik, misschien wel. Dus toen ben ik eens gaan praten. En van het een kwam het ander. En achteraf gezien denk ik dat ik onbewust wel zocht naar werk waar ik een toegevoegde waarde kon hebben, ook voor de samenleving en voor Nederland. Dat ik meer wilde doen dan een baan waar ik geld kon verdienen. Ja. En ik denk, als ik de civiele maatschappij in was gegaan, dan had ik 10 keer zoveel kunnen verdienen. Maar voor mij was dat toch minder relevant. Ik wilde gewoon werk doen wat mij voldoening gaf en wat betekenis had. Ja. En voor mij was Defensie een uitprobeersel. Ik had zoiets van, als het niet meer valt, dan ben ik zo weer weg. Want ik voelde mij absoluut geen typische militair. Waarom niet? Sorry? Waarom niet? Ik ben niet zo iemand die lekker op een schietbaan gaat lopen knallen. Dat is niks voor mij. Maar de meeste militairen, kwam ik achter, zijn helemaal niet zo van het vechten. Ze vechten omdat het nodig is, ze vechten omdat ze de noodzaak zien, maar niet omdat ze het leuk vinden. Ja. En dat had ik ook een beetje, en dat herkende ik in vele andere militairen. Maar de reden waarom veel militairen dit werk doen, is wel omdat ze de noodzaak van hun werk zien, omdat het heel dankbaar werk is en omdat ze gewoon over de hele wereld ervaren wat voor een enorme luxe wij hebben dat we dit soort discussies hier kunnen hebben, dat we dit onderwijs hebben, dat we in zo'n toch wel rijke samenleving leven. Dat is vrij uniek in de wereld en op heel veel plekken in de wereld is dat totaal niet het geval. En met ons werk kunnen wij die mensen vooruit helpen en dat is echt heel rewarding. Ja. En heeft een glansrijke carrière gehad bij Defensie, kunnen we wel stellen, denk ik. U heeft er bijna 38 jaar gezeten. Ja. Wat mist u nog wel eens aan die tijd? De kameraadschap, de humor. Ik heb gewoon een heerlijke tijd gehad. Het boek is voor mij dicht hoor, de tijd is voorbij. Ik heb ook geen heimwee of zo, ik zou ook niet terug willen. Er zijn nu nieuwe mensen, die moeten gewoon hun ding doen. Maar ik blader nog graag terug in dat boek. Ik heb nog hele dozen met foto's en herinneringen thuis zitten. En, niet dat ik daar nu iedere keer in ga zitten kijken, maar mij is gewoon echt een prachtige belevenis en ik zou het zo weer doen. Want u begint ook helemaal te glanzen als we het vragen. Ja. Dat is echt voor u. Ja, het is een soort tweede familie. Mm. En dat merk je ook bij veel militairen die daar komen, dat de kameraadschap die je daar vindt en hoe je samen daar in het leven staat, hoe je samen klussen aanpakt, dat vind je nergens anders. Bijna de meeste militairen die blijven 10, 20 jaar en dan gaan ze het bedrijfsleven in en allemaal missen ze dit. Hmm. Allemaal missen ze gewoon die kameraadschap, die verbondenheid, het samen voor één doel gaan, het samen die verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat, en die uitdaging die daarin zit,
Daar hebben ze het vaak over. Want verantwoordelijkheid nemen, dat moest u al vroeg, hebben we gelezen. Uw moeder die overleed al, ja, al vrij jong, hè, in uw leven. En toen moest u ook eigenlijk zelf het huishouden runnen. Is dat waar u hebt geleerd om die verantwoordelijkheid te nemen? En misschien ook wel uit noodzaak? Ja, ik kom uit een gezin wat het niet breed had, hoor. Mijn vader was vertegenwoordiger. Dus je moest echt krabbelen om rond te komen. Sowieso was dat een veel armoedigere tijd dan we nu leven. We vinden ons nu ook af en toe arm, maar we zijn echt superrijk vergeleken met toen. Mijn moeder overleed toen ik 9 was. En ik was de oudste van 3 kinderen. Ja, dan voel je toch een beetje verantwoordelijkheid. Maar als je 9 jaar bent, is dat natuurlijk geen verantwoordelijkheid die jij aan kan. Mijn vader die hertrouwde, maar dat deed hij meer voor ons dan voor hemzelf. Dus dat ging ook niet goed. Oh. Dus die is daarna weer gescheiden, overspannen geraakt, zijn baan kwijtgeraakt. Dus thuis liep dat allemaal niet zo lekker. Maar dat lijkt me heel traumatisch, zoiets. Ja, dat had best wel impact, ja. En wat je daardoor een beetje kreeg ook als jongere, is dat je enerzijds wat meer die verantwoordelijkheid neemt, maar anderzijds je ook wat meer gaat afschermen. Want eigenlijk word je keer op keer ook in de steek gelaten. Hè. Je moeder heeft je verlaten. Ja. Die vader gaat hertrouwen. Nou, die vrouw gaat ook weer weg. Je krijgt gezinshulpen, die gaan ook iedere keer weg. Dus iedere keer heb je zoiets van, wil je je binden aan iemand? Die gaat weer weg. Dus je voelt je een beetje in de steek gelaten en daardoor, dat misvormt je ook. Dat misvormt je in de zin dat je toch een soort panzer om je heen optrekt, waardoor je emotioneel wat minder geraakt wordt door mensen. En dat duurde wel even voordat ik dat panzer weer had afgebroken. Ja. Want was u bij het leger misschien ook een beetje op zoek naar een soort tweede familie dan? Misschien ook wel een beetje die geborgenheid die je daar hebt. Ja, ik merk dat er veel militairen toch ook wel uit gezinnen komen die vergelijkbare achtergronden hebben. Niet dat we nu één groot tehuis zijn van moeilijke mensen. Ja. Maar het helpt wel. Ja, het helpt wel dat je daar eigenlijk, voor mij was het ook een soort nieuwe start maken. Ja. 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 Want u staat eigenlijk al uw hele leven, hè, in dienst van de Nederlandse samenleving. U werkt altijd voor het collectief. Ja. Maar het collectief in Nederland, hè, de Nederlandse samenleving, die bestaat bijvoorbeeld ook uit de hooligans van Feyenoord, mensen die de ambulance lastig vallen, hè, de graaiers. In uw tijd, hebt u er wel eens bij stilgestaan dat u zich ook inzet voor die mensen? Wringt dat wel eens? Nee. Ik denk dat goed voorbeeld doet goed volgen. Hè. Dus als we allemaal ons van onze beste kant laten zien. En er zijn natuurlijk altijd mensen die dat niet doen. Ja. Ja. Maar zolang de meerderheid het wel doet, dan worden die mensen daar ook in meegenomen. Of niet, maar dan blijven ze in ieder geval een minderheid. Kijk, als ze allemaal bij de pakken neer gaan zitten, komen we er niet. Want als je nu de krant openslaat, dan heb je toch het idee dat de individualisering doorgezet heeft, dat mensen steeds minder dat collectief misschien ervaren? Dat moet voor u toch heel moeilijk zijn? Dat vind ik wel zorgwekkend in zoverre dat ik hoorde pas een wijs iemand zeggen, die zei, de vrede wordt vaak verloren lang voordat de oorlog begint. Oké. Okay. En daarmee bedoelde hij eigenlijk dat wij de kracht van onze samenleving op laten vergaan voordat we echt in de problemen komen. Dus ook die fragmentering die we nu in Nederland zien, die polarisatie, die verharding, leidt ook tot een beetje een afbreuk van onze gezamenlijke kracht. Ja. En die gezamenlijke kracht, die hebben we vooral nodig om ons door die crisis heen te slaan. Of nu vluchtelingenstromen zijn of waar we ook mee te maken krijgen, we zullen daar samen doorheen moeten. En dat vind ik wel het gevaar van die polarisatie, dat het moeilijker wordt om daar samen doorheen te komen. Ja. Ik hoop echt dat we kunnen zorgen dat we dat niet te ver laten doorslaan. Het hoort ook een beetje bij een democratie. Je hebt natuurlijk altijd verschillende soorten partijen. Je hoeft het ook niet allemaal eens te zijn. En dat bescherm ik ook, hè. Ik bescherm die vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat superbelangrijk dat we dat hebben. Maar laten we het ook wel van elkaar respecteren. En je mag best van mening verschillen, maar gaan we wel met elkaar dat gesprek aan. Respecteer het van elkaar. En kijken hoe je eruit kan komen samen. Oké. We kwamen in de research ook nog iets anders tegen. Er was een profiel over u in De Trouw in 2014. En daar stond de volgende quote. Toen hij 25 jaar getrouwd was, rekenden zijn 2 studerende kinderen hem voor hoe vaak hij afwezig was geweest. Weet u nog hoeveel jaar er onder de streep stond? Ja, ik heb het zelf voor ze doorgerekend, hoor, want ze vonden het zelf niet zo'n punt. Maar ik was ongeveer 1/3 van hun leven had ik gemist. Een derde? Ja, 1/3. Gewoon dat je op oefeningen bent, op uitzendingen, internationaal. Ik word in Duitsland, Amerika ben ik geplaatst. Meestal ging mijn gezin mee, hoor, maar soms ook niet. Maar vond u dat een hoge prijs om te betalen voor de veiligheid van Nederland?
Nee, ik heb het niet als een prijs ervaren. Het wordt pas een prijs als het impact gaat hebben, negatieve impact op jouw gezin zelf. Ja. Je gezin groeit daarin op. Mijn jongste is geboren toen ik in Duitsland zat. Die weet gewoon niet beter. Wij zijn toen iedere 3 jaar gingen we verhuizen. Ja, ze wisten ook niet beter, wij wisten niet beter. Dus je went daaraan. Ja. En je went aan dat militaire leven. En als je daarin opgroeit en je kan daar samen prima mee verder komen, dan is het geen prijs. Maar op een gegeven moment merkten we wel dat voor onze kinderen, waar toen in Amerika hadden we gewoond, merkte ik aan mijn kinderen die gingen naar middelbare school toe, dat ze het toch wel moeilijker vonden om te binden, omdat ze iedere keer weer weggingen. Ja, dat herkende u misschien wel. En dat herkende ik inderdaad. Ja. Ja, dus toen hebben we gezegd, nu gaan we op een vaste plek wonen, een vaste omgeving voor hun. En dan zijn we in het midden van het land gaan wonen, waar we nu nog steeds wonen. En van daaruit ben ik gaan werken. Dat betekent wel dat ik of heel lang moest reizen, of dat ik intern zat. En de laatste 10 jaar van mijn carrière heb ik dus gewoon intern gezeten. Dus u leefde niet thuis? Nee, alleen in de weekenden. Ja. Maar toen waren ze al een stuk ouder, toen gingen ze al studeren. Het is verschil een beetje per fase van hun leven. Hebben we een formule gevonden dat we die 2 konden matchen met elkaar. Ja. Ja. Dan misschien nog even over uw carrière van die 38 jaar. Want als we uw cv erbij pakken, dat is indrukwekkend. Hè? U hebt bliksemsnel ook soms carrière gemaakt. Bijvoorbeeld toen u bevorderd werd tot CDS. Toen sloeg u een paar stappen over, lazen we in de krant. Is uw carrière de rechte lijn die het lijkt? Dus dat eigenlijk alles wat u probeert, dat lukt? Nee. Kunt u een voorbeeld noemen? Dat nee, dacht, en dat is het voor niemand. Echt... Maar dat is het voor niemand. Een carrière is geen doel op zich. En een carrière gaat altijd met vallen en opstaan. Ja. Hoe succesvol iemand ook lijkt, we gaan er maar vanuit dat hij 100 keer zijn kop heeft gestoten. U ook? Ik ook. Hebt u een voorbeeld? Ja, al toen ik heel jong was. Je komt van de KMA af, je wordt commandant van een eenheid. Je wil jezelf bewijzen. En je bent ambitieus, je wil laten zien dat je het goed kan. Maar je legt de lat best wel hoog. En ik heb een aantal keer gehad dat ik die lat gewoon te hoog legde. Dat voor mezelf kon ik die lat prima halen. Ja. Maar de mensen om me heen, die hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, dat is voor ons onhaalbaar wat die man wil. En wat gebeurde er toen? En dat had ik gewoon te laat in de gaten. Ik bleef doorgaan. Ik zei, ja, niet zeuren, ga gewoon door. En op een gegeven moment kijk je om je heen en dan zie je de mensen gewoon afhaken. Dan zie je niet meer kunnen volgen, dat ze vertrouwen in jou verliezen. En dan sta je alleen. Dan moet je echt weer terug naar af. Ja. Ik kom voor... En dat heb ik een aantal keer gehad. Die les had ik niet in 1 keer geleerd. Die heb ik achter een paar keer keihard mijn hoofd moeten stoten voordat ik dat goed in de gaten had. Daar heb ik uit geleerd hoe belangrijk het is als je leiding geeft om gewoon goed feeling te houden met je mensen. En die lat iedere keer op een haalbare hoogte te leggen. Ja. Ik heb ook geleerd hoe belangrijk het is om niet 1 grote stap naar een enorm doel te willen zetten. Ja. Maar hak dat in 3 kleinere stapjes. Ga stap voor stap daar naartoe. En pas het onderweg aan. En blijf gewoon feeling houden met je mensen. Ik heb eigenlijk een soort truc ontdekt die voor mij goed werkte. Dat als ik in een nieuwe functie ging, met een nieuwe groep mensen ging werken, een nieuwe eenheid. Je komt steeds hoger, dus je eenheid wordt steeds groter. Dan wordt er altijd van jou verwacht dat je in het begin aangeeft van, nou, we gaan die kant op met z'n allen. Een soort koers aangeeft, op de zeepkist gaat staan. En dan ging ik meestal op die zeepkist staan en ik zei, ja jongen, ik wil heel graag met jullie werken. Ik vind het prachtig dat ik hier mag komen. Ik heb bepaalde waarden en normen die ik belangrijk vind. Maar ik wil eerst met jullie praten. Ik wil eerst van jullie horen waar we staan. En van jullie horen waar je denkt dat wij naartoe moeten. Voordat ik daar een uitspraak over ga doen. En dan maakte ik gewoon een paar weken vrij in het begin. Ging ik al die sub-eenheden langs. Ging ik met die mensen praten. En binnen die 2 weken had je dus een perfect gevoel van waar de hele club stond. Je kreeg ook heel veel inzicht in waar zij dachten dat we naartoe moesten. Je kreeg veel inzicht in de problemen waar ze tegenaan liepen. Maar ook wel in hun ideeën van oplossingen. Ja. En dat verzamelde ik. En dan haalde ik alle leiders bij elkaar uit die club. Al hun leidinggevenden die tussen mij en die mensen inzaten. En dan zei ik, nou, dank, ik ben bij jullie allemaal binnen geweest. Dit is het beeld wat ik zie. Ja. U dit is wat ik hoor. Wat u... Ik hou die spiegel voor. Heb ik iets gemist? Is het compleet? Meestal waar je binnen 2 minuten ben je het eens. Ja, nee, dat klopt wel. Dit is het beeld wat wij ook hebben. Nou, dan heb je een gezamenlijk startpunt. Ja. Ik zei, maar het goede is, ik hoor ook heel veel leuke ideeën van jullie mensen. Ja. Dus dat we het op die en die manier kunnen aanpakken. Nou, dan ga je daarover de discussie aan. En dan kom je samen tot een koers. En eigenlijk heb je dan binnen een hele korte periode heb je een perfecte assessment gemaakt van waar sta je. En je hebt een strategie bepaald. En dan ga je op die zeepkist staan. Ja. Voor die mensen, ik ben bij jullie allemaal geweest, we gaan dit doen. En dan denken ze, hij vertelt ook mijn verhaal.
En dan denken ze, verrek, ja, maar dat herken ik. En dat is mijn idee, zit daarin. En dan heb je gelijk draagvlak, je hebt acceptatie en iedereen gaat als een banaan. Kijk. Nou, dat is een truc, management truc, die moet je zo toepassen. Heel goed, en dat hebt u geleerd van uw hoofdstoten. En dat komt allemaal uit die ene hoofdstoten. Kijk, ja. Prachtig. Ja. Ik zie dat het tijd is voor de eerste vraag. Want in de tijd dat u commandant door strijdkrachten was, boeide de gemiddelde Nederlander eigenlijk maar weinig wat er met defensie gebeurde, maar het moest vooral niet te veel kosten. Dus aan u de zware taak om 1 op de 5 banen te schrappen. Nu is er juist weer ontzettend grote waardering voor defensie. Dus hoe voelt het om achteraf gelijk te hebben? Nou, ik ben blij dat het tij gekeerd is. Ik ben ook blij dat dat nog redelijk op tijd gebeurt. Oekraïne was hier de wake-up call. Ja. En gelukkig was het geen wake-up call in ons eigen land. Want dan waren we te laat geweest. Dat hebben we natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog gehad op de Grebbeberg. Stonden alle militairen met een fiets en een oud geweertje op de Grebbeberg om enorme Duitse panzerbrigades tegen te houden, wat gewoon niet lukte en niet kon. Dus toen hadden we die wake-up call te laat. Nu hebben we hem op tijd. En ik hoop dat we hier de juiste lering uit trekken. En tot nu toe zie ik dat wel gebeuren. De vraag is wel, hoe blijvend is dat? Want dat is een beetje mijn zorg. Nu vindt iedereen Oekraïne belangrijk. Ja. En nu wordt er geïnvesteerd in defensie. Over 2 jaar, als Oekraïne voorbij is, we hebben nieuwe verkiezingen, we moeten gaan bezuinigen, dan is dat geheugen weer helemaal gewist. Ja. Gaan we weer een nieuwe start maken en dan gaan we weer gewoon de oude fouten maken. Ja. Dat is mijn zorg. Ja. En daarom vind ik het ook belangrijk dat er nu in de Kamer is er een discussie om het defensiebudget te borgen in een wet. We hebben in de NAVO afgesproken 2% van ons bruto nationaal product besteden we aan defensie. Ja. Nou, laten we dat in de wet vastleggen als een ondergrens. Dan wordt dat geen speelbal in dat politieke gedoe, wat we iedere paar jaar weer gaan zien. Hmm. Dat gaat gewoon weer gebeuren. Dat is, de geschiedenis heeft dat getoond. En daar maak ik me wel zorgen over. Ja, ja. Goed, dan gaan we even naar uw boek. Want nadat u afscheid heeft genomen, pak hem er even bij. En nadat u afscheid heeft genomen van Defensie, bent u in de pen geklommen. En heeft u dit boek geschreven, Klimaatgeneraal. Nu heeft u een heel uitzonderlijk leven gehad. Dus u had over elk onderwerp kunnen schrijven en dat was dus nog interessant geweest. Waarom heeft u juist over klimaatverandering een boek geschreven? Nou, het is ook een beetje een boek over mijn leven. Kijk, de eerste helft van het boek gaat over heel veel ervaringen. Ervaringen in allerlei missiegebieden. Maar wel ervaringen die ik later ben gaan relateren aan klimaat. Omdat ik in die missiegebieden heb ondervonden wat de impact van het klimaat is. Ja. Toen ik commandant was in Uruzgan, vochten we tegen de Taliban. En de grootste gevechten die we hebben gevoerd waren in een dorpje genaamd Chora. En daar werd dagen moeten vechten om de Taliban eruit te krijgen. Volgens mij de zwaarste gevechten sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we daar gevoerd. Als Nederland zijnde. Uiteindelijk hebben we die Taliban wel verjaagd, maar we kwamen erachter dat de problemen in dat dorp niet waren opgelost. Dat de spanningen daar waren en dat eigenlijk die Taliban ieder moment weer kon terugkeren. Mm. En het duurde even voordat wij in de gaten hadden, waardoor kwam dat nu eigenlijk? En dat bleek te komen door gewoon waterschaarste. Ja. Het zijn allemaal boeren, ze hebben allemaal water nodig, er was watertekort en ze konden het niet eens worden over de verdeling. En toen hebben we gekeken, hoe kunnen we daarin bemiddelen? We hebben wat experts ingevlogen, reservisten die in de watersector zaten. En die hebben een oplossing bemiddeld. En pas toen daar een oplossing uitkwam die iedereen accepteerde, toen werd het rustig. En toen kon de Taliban niet meer terugkomen. En een jaar later kon ik met de huidige koning door de hoofdstraat van Chora wandelen. Kijk. Met heel weinig beveiliging. En dat voor mij was dat een eye-opener. Ja. Ten eerste dat wij in conflicten heel vaak bezig zijn met symptoombestrijding. Ja, dus we gaan naar conflict toe om de boel op te lossen. Maar in feite bestrijd je partijen die met elkaar ruzie aan het maken zijn. En dat is op zich goed hoor, dat moet ook gebeuren. Maar ze zijn ergens om een reden zijn ze ruzie aan het maken. Er zit iets onder. En dat zijn de aandrijvende krachten. Waarom wordt dit een conflict? Dat zijn de root causes noemen we dat. En ik vind het dus heel belangrijk dat we veel meer oog krijgen voor die root causes. En ik kwam er dus in Afghanistan achter dat ook klimaat een hele belangrijke root cause is van conflicten. En dat heb ik ook in andere missiegebieden gezien. En dat schrijf ik vooral in dit boek op. En dat ben ik op een gegeven moment ook meer publiek gaan uiten. Ja, ja. En kunt u voor ons misschien de 3 meest concrete dreigingen voor Nederland schetsen? Ja, maar even terug weer. Hè, want ik ben 5,5 jaar commandant als strijdkrachten geweest. En dan zit je in de militaire comité's van NAVO en EU met alle CDS'en van alle landen. En dat zijn er best veel. 5,5 jaar lang tref je elkaar een aantal keer per jaar. Mm. Het woord klimaat is daar 0 keer gevallen, ooit. Mm. In 5,5 jaar tijd. Dus dat zegt wel iets over van hoe ver wij moesten komen op dit thema. Yeah. Dus toen ik dit voor het eerst aankaartte, publiekelijk,
gaf dat een enorme reuring. Het gaf een reuring politiek, want klimaat was een beetje een GroenLinks thema. Dat was ook net voor de verkiezingen dat u dat deed. Net voor de verkiezingen, ja. En dan komt daar een generaal uit Defensie, wat toch een beetje een rechts thema is. En die gaat vertellen dat klimaat heel belangrijk is. Ja. Dus dat gaf reuring. De minister werd naar de Kamer geroepen voor een debat, mocht uitleggen wat ik allemaal aan het uitspoken was. Ja. En of ik namens het kabinet sprak. Het gaf reuring de media, de CDS voorspelt klimaatoorlogen. Ging viral, hè? Ik ging viraal op de social media, de enige keer ooit trouwens. ik werd beschuldigd door allerlei klimaatactivistische groepen van... je bent ons thema aan het kapen en je wilt het alleen maar gebruiken om het defensiebudget te verhogen. En je mag er geen veiligheidsthema van maken. Dus eigenlijk was iedereen heel erg opzet. Ja. Daar kreeg ik dus de bijnaam, die klimaatgeneraal of groene generaal. En die bijnaam ben ik maar met ere gaan dragen. Ja, ja. Waarom denkt u eigenlijk dat u de eerste was die daarachter kwam? Want er zitten toch wel meer mensen binnen Defensie die zijn geweest. Die hebben gedacht van, goh, misschien heeft het een en ander met elkaar te maken. Nou, ik heb dus in de andere missiebieden ook gezien. Hè, in Irak hebben we gezien hoe IS de Mosuldam bezette. Ja. En eigenlijk de waterdistributie van Irak beheerste. En hoe ze die Mosuldam gebruikten als een soort machtsmiddel naar de bevolking. Of je werkt mee, of je krijgt geen water. Punt. Nou, dat is een vrij overtuigend chantage. Zonder water ga je dood. Ja. Je had er geen keus. Ja. En zo zag je dus dat het klimaat en waterschaarste, voedselschaarste, als middelen in conflicten worden gebruikt. En ook als een reden van conflict kan zijn. Ja. In Somalië zag ik hoe de droogte de mensen wegdreef en hoe ze piraat werden. Ja. In Mali zag ik hoe die droogte mensen wanhopig maakte en hoe ze naar het extremisme overstapten, hoe het land in een conflict bereikt. Daar heb ik eigenlijk nog een vraag over, want op dit moment, u bent ook op uitzending geweest naar de Sahelregio in Afrika. En die is natuurlijk heel lang, maar u bent wel in die regio ook geweest. En op dit moment woedt er nog echt een conflict ook in die regio, in Sudan. En u wijst eigenlijk ook een conflictoorzaak aan. Klimaatverandering, en dan zegt u dat is een risk multiplier, dus een factor die dan een conflict versterkt. Ja. Kunt u uitleggen bijvoorbeeld hoe in dit conflict in Sudan, waar we elke dag iets over zien in het nieuws, hoe klimaatverandering daar dan de risk multiplier is? Ik denk het een risk multiplier, het is geen echte er zijn heel veel oorzaken achter conflicten. Vaak is het ook een falende overheid. Ja. Het is vaak economische kwetsbaarheid, dat mensen gewoon weinig geld hebben om rond te komen. Het is vaak onvrede dat kinderen niet naar school kunnen. Er zijn heel veel factoren. Corruptie speelt ook vaak een rol. Genderongelijkheid speelt een rol. Er zijn heel veel redenen van frictie in een land. Ook tribale tegenstellingen kunnen heel belangrijk zijn. Die kunnen leiden tot conflicten. En wat klimaatverandering doet, is dat het al die redenen aanjaagt. Doordat het klimaat verandert, ontneem je mensen dat beetje wat ze nog hebben. Dus de boeren die vinden het steeds moeilijker om nog geld te kunnen verdienen op hun land. Het vee gaat gewoon dood van de droogte. Wat doen mensen dan? Ja. Die worden tot wanhoop gedreven en die hebben niet zoveel keuzes. Er zijn geen alternatieven. Dus die gaan naar de steden toe, die gaan migreren. In die steden kunnen ze geen werk vinden. Dus het jaagt al die bestaande spanningen die er al zijn van onvrede, worden eigenlijk verder versterkt door dit effect. En dat is die multiplier? En dat is het multiplying effect van klimaatverandering. Ja. Dus het is niet de enige oorzaak. Soms wel hoor. Soms kan het ook echt een grondoorzaak van een conflict zijn. Maar vaak... Hebt u daar een voorbeeld van? Vaker is het een van de meerdere oorzaken van een conflict. Ja. Hebt u een voorbeeld waarvan u zegt, nou dat conflict, als er geen klimaatverandering was geweest, dan was dat conflict er niet geweest? Nee, nog niet echt. Je zou kunnen zeggen dat er wel een aantal potentiële zijn. Bijvoorbeeld in Egypte. Ja. In Ethiopië. Ja, want ik heb hier staan, Ethiopië die bouwt een grote dam in de Nijl. En Egypte is heel zenuwachtig, want die krijgen 97% van hun drinkwater komt uit de Nijl. Ja, en hun hele bevolking woont aan de Nijl. Ja. Dus het is gewoon één grote woestijn. Alleen de Nijl is groen gebied, alleen aan de Nijl kunnen ze wonen. Ja. En dan zijn er twee landen terug. Stroomopwaarts, je krijgt eerst Soedan en daarachter ligt dan Ethiopië. Ja. En die zijn nu een enorme renaissance-dam aan het bouwen in dezelfde Nijl. Dus je kan je voorstellen dat Egypte daar heel nerveus van wordt. Als u nou de commandant der strijdkrachten van Egypte was, zou u dan die dam bezetten? Nou ja, een commandant der strijdkrachten beslist dat gelukkig niet. Nee. Er zijn altijd eerst politici die met elkaar moeten gaan praten. Maar als die er niet uitkomen, dan kan dat tot spanningen leiden die ook tot conflicten kunnen leiden. Want Egypte heeft gedreigd van als dit
doorgaat, dan gaan wij militair ingrijpen. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Dus in dat geval, dat is dus een voorbeeld van waar het echt een grondoorzaak van een conflict kan worden. Ja, want u bent zelf ook actief in de Sahelregio, ook met Egypte trouwens, met een project, hè? Ja, dat is weer een ander project, ja. Ik ben zelf nooit in de Sahel uitgezonden geweest. Ik heb wel de missies dus geleid die ook in de Sahel plaatsvonden. Pardon, goed dat u zegt. Dus voordat er een verkeerd beeld ontstaat. Maar ik ben wel betrokken bij die regio, want voor mij is de Sahelregio wel een beetje een kanarie in de kolenmijn, hè, een soort indicator. Ja. Wat we in de Sahelregio zien gebeuren, die hele ontwrichtende werking van klimaatverandering. Ik vind klimaatverandering ook verkeerd woord. Nee, u noemt het klimaatontwrichting. Ik noem het klimaatontwrichting, omdat het echt maatschappijen op zijn kop zet. Ja. Ook steeds meer in Zuid-Europa trouwens. Maar dat heb ik daar dus gezien. En eigenlijk wat we daar zien gebeuren in de Sahelregio kan ook gaan gebeuren in andere regio's in de wereld. Ja. Kan ook in het Midden-Oosten gebeuren, kan ook in Zuid-Azië gebeuren, kan ook in Zuid-Amerika gebeuren. Hmm. Op andere manieren, maar het zijn wel dezelfde effecten. Ja. Dus in die zin is het een soort voorwaarschuwing van wat we breder in de wereld gaan zien. Hmm. Omdat we gewoon breed in de wereld te maken gaan krijgen met veel grotere periodes van droogtes en kortere periodes van hele intense regenval. Ja. En beide zorgen voor rampen. Ja. En hoe ziet het dan in bijvoorbeeld Zuid-Europa, waar ook enorme droogtes heersen die alleen maar erger worden? Wordt dat ook een conflictregio, denkt u? Nou, hopelijk niet. Gelukkig heeft de EU wat meer middelen om die landen te helpen, om weerbaar te worden tegen klimaatverandering. En denk dat dat ook meer aan de oplossingenkant moet gaan gebeuren. Hè? Dat we gaan kijken hoe kunnen we die weerbaarheid tegen dat veranderende klimaat vergroten, zodat we niet worden geconfronteerd met al die effecten waar we het net over hadden. Maar we zien het ook in Europa nu gebeuren. In Frankrijk, as we speak, nou is er gewoon droogte. Mm. In Frankrijk worden delen van het land van de waterleiding afgesloten, omdat er te weinig water is. Afgelopen jaar moesten boeren iedere dag 3-4 uur heen en weer pendelen naar een meer om water te halen, om hun vee in leven te houden. In Frankrijk. Mm-hmm. Zo dichtbij komt het nu. En dit is nog maar het begin van de echte effecten van klimaatverandering. Dus we moeten het echt serieus nemen. Ja. Dan gaan we misschien toch nog even terug naar de concrete dreigingen voor Nederland. Moeten we dan denken aan overstromingen, ook droogtes, klimaatvluchtelingen? Pendelen naar het IJsselmeer. Ja. Wie weet, ja. Nou, we hebben natuurlijk de luxe dat we een heel gematigd klimaat leven. We leven in een deltagebied. Dus water is in zoverre voor ons een probleem dat je met overstromingen te maken krijgt. Ons hele land is ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Ja. En dat hebben we helemaal geoptimaliseerd. Daar zijn we echt leading in de hele wereld in, qua kennis op watergebied en watermanagementgebied. We lopen nu wel tegenaan dat ook in Nederland we nu met droogtes worden geconfronteerd. En dat we dus moeten leren om dat water ook vast te houden. En dat is een nieuw vraagstuk voor ons. Hmm. We hebben geleerd om dat water efficiënt af te voeren en te voorkomen dat het overstroomt. En nu moeten we het ook leren vasthouden, maar daar gaan we heus wel uitkomen. Daar zijn we slim genoeg voor en wij hebben ook gelukkig de middelen om dat te doen. Maar er kunnen gewoon pieksituaties ontstaan. En dat hebben we natuurlijk afgelopen tijd in Limburg gezien met die overstromingen. Ja. Nederland staat niet op zichzelf. Die rivieren komen uit Europa en als daar heel veel regenval gebeurt, als er veel smeltwater komt. En die rivieren worden steeds dichter bebouwd, hè, dus het water heeft weinig ruimte, moet gewoon door dat pijplijntje van die rivier heen. Ja, dan heb je al snel overstromingen die ook de dorpen aan die rivieren en de steden raken. Maar het valt mij op dat als u het hebt over andere werelddelen, dat uw toon ernstiger is. Dus dat u voor Nederland, ik merk daar dat u minder bezorgd bent. Dus moet ik dit boek zien als een waarschuwing voor de gevolgen in de rest van de wereld, dat wij die niet goed onderkennen op dit moment? Het is vooral in de rest van de wereld gaat het toeslaan, maar het gaat impact hebben op Nederland. En als je vraagt wat is de directe impact, dan is het natuurlijk de zeespiegelstijging waar we ons tegen moeten beschermen. Ja. En ook de overstromingen aan de rivieren. Maar daar hebben we mechanismen voor. Dus daar maak ik me minder zorgen over, omdat wij daar gelden voor hebben, miljarden voor hebben vrijgemaakt. Ja. We hebben de kennis, we hebben de kunde. Dat gaat ons wel lukken. Daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Ik maak me meer zorgen over de indirecte effecten. Kunt u schetsen wat dat zijn, die indirecte effecten? Nou, één is dus dat klimaatverandering kan je niet loszien van een paar andere trends. En één is grondstofschaarste. Ja. De tweede is de enorme bevolkingsgroei in de wereld. De bevolking in de wereld gaat deze eeuw verdubbelen in omvang. Dat betekent dat we ook een verdubbelende vraag krijgen naar water, naar voedsel, naar goederen. Terwijl de beschikbaarheid van de grondstoffen kleiner wordt. Dus er ontstaat een kloof tussen vraag en aanbod. Ja.
En als wij die kloof niet kunnen overbruggen, leidt dat tot conflicten, leidt dat tot competitie over toegang tot grondstoffen, leidt dat tot allerlei vormen van conflicten. Dat is één zorg en dat raakt Nederland, absoluut. Ja. Het tweede is de ontwrichtende effecten in die regio's om ons heen. We hadden het net over de Sahelregio, waar we zien dat dat leidt tot migratiestromen. En de Wereldbank voorspelt migratiestromen die oplopen tot 200-300 miljoen binnen nu en 20-30 jaar. Ja. Nou, naar Europa. Als je ziet hoe wij nu al worstelen met een paar duizend migranten, dan kan je je voorstellen wat voor enorme vraagstukken we dadelijk voor staan. En die komen niet allemaal naar Europa natuurlijk, maar een deel, het wordt altijd meer dan nu. Dus het wordt wel een groter vraagstuk voor Europa. Het leidt ook tot veel meer instabiliteit om ons heen. We hebben het niet over Azië gehad, maar in Azië is zeer kwetsbaar voor overstromingen. Daar ligt de fabriek van de wereld. We hebben met corona gezien, als die aanvoerlijnen met Azië verstoord raken, wat voor een effect dat op onze economie heeft en op onze handel en op onze levertijden. Ja. Daar maken we ons erg zorgen om, onze iPadjes komen wat later. Maar dat is nog maar een heel klein voorbeeldje vergeleken met de impact die klimaatverandering kan hebben op diezelfde aanvoerketens. Dus het kan ook enorme economische ontwrichtende effecten hebben. Ja. En daarnaast leidt het, met name in die regio's om ons heen, tot veel meer instabiliteit en conflicten en ook tot meer extremisme en tot meer georganiseerde criminaliteit. Want dat komt onmiddellijk, even het verhaal afmaken, dat komt onmiddellijk hier op straat bij ons terecht. Wij krijgen dus te maken met verhoogde terrorisme-dreigingen en met toch verhoogde vormen van georganiseerde criminaliteit die wij het hoofd moeten bieden en met ook verhoogde interne spanningen. Ja. Als er meer migranten komen, er komt meer onveiligheid. We zien nu al die polarisatie in Nederland. Dan gaat dat tot meer interne spanning in Nederland leiden. En dat zijn indirecte effecten die voor een belangrijk deel aan klimaatverandering te relateren zijn. En dat bedoel ik met hoe het ons als raakt. En daarom maak ik me ook veel meer zorgen over die effecten van buitenaf. Ja. Want in het boek noemt u dat de klem. Hè? Europa ligt eigenlijk tussen instabiele gebieden ingeklemd. Ja, het is een soort gordel van instabiliteit om Europa heen. Als je kijkt waar heeft Defensie het gros van zijn missies uitgevoerd tot nu toe, dan is dat in die gordel. Ja. En klimaatverandering gaat die gordel veel instabieler maken. Gaat zorgen voor meer conflicten in die gordel. Ja. En daar zitten ook onze afzetmarkten, daar zitten onze aanvoerlijnen. Dus onze economie is voor een groot deel afhankelijk ook van die gordel. En van stabiliteit in die gordel. Dus uitgerekend daar waar het meest pijn kan doen, daar komt daar raakt het hardst. Ja. Dus dat maakt het dus belangrijk dat wij in ons veiligheidsbeleid dit veel meer centraal gaan zetten. Voor mij is het duidelijk, klimaatverandering is gewoon het vraagstuk van de komende decennia. Ja. En dat begint nu ook op nationaal niveau erkend te worden. Als je naar de nationale veiligheidsstrategie kijkt, die een maand geleden is uitgegeven, dan staat dat daarin. Dan staat dat daarin als een van de centrale thema's. Maar dat betekent dus ook dat je klimaatverandering in je buitenlandse en veiligheidsbeleid veel meer centraal moet gaan zetten. Want nu is in Nederland het beleid voor het buitenland vaak heel verzuild. Landbouw, ministerie van Landbouw heeft een buitenlands beleid, maar heeft een eigen buitenlands beleid. Onderwijs heeft dat ook, dat heeft Defensie ook, dat heeft Buitenlandse Zaken ook. En natuurlijk proberen we dat wel te coördineren met elkaar, maar ze hebben allemaal hun eigen programma's. Als we nou klimaatverandering centraal daarin stellen, van wat wij ook doen in het buitenland, het moet ertoe bijdragen dat we die landen om ons heen stabieler maken tegen klimaatverandering. En voor de rest mag iedereen zijn eigen steentje daaraan bijdragen. Ja, dan denk ik dat je veel meer effect uit onze inspanningen gaat halen. En dat je dus ook veel van deze ellende kan helpen voorkomen. Ja. Vindt u dat die 100 miljard die uitgetrokken is voor hulp aan ontwikkelingslanden om hun klimaat bestendiger te maken, dat een goed idee? Dat daar goed aan bijdraagt? Ik ondersteun het Global Center for Adaptation, heet dat. Ja. Dat is het drijvende hoofdkantoor in Rotterdam. En wat die doen is miljardenprogramma's ontwikkelen om met name die fragiele regio's in Afrika, Azië, Midden-Oosten, Zuid-Amerika, om die bestendiger te maken tegen klimaatverandering. En daar gaan ze enorme programma's voor opzetten. Alleen, ze komen er ook achter dat die programma's vaak in regio's zijn die ook kwetsbaar zijn voor conflicten. Ja. Dus je moet dat wel doen op een manier dat het de stof tot conflict niet verergert, maar juist vermindert. Dus voor mij kunnen adaptatieprogramma's ook een middel zijn van conflictpreventie. Als je dat op een goede manier uitvoert, dan brengt het stabiliteit. Dan voorkomt het conflicten. Ja. En ja, ik als militair weet ik wat de prijs is van een conflict. Ik heb mensen zien sneuvelen en mensen gewond zien raken. En hoe meer we dat kunnen voorkomen, hoe beter het is. Ja.
Dus ik vind het heel belangrijk dat we daarin investeren, in het voorkomen van de toekomstige conflicten. En daar zit die adaptatie helemaal in. Ja. Laten we dan nu nog één keer de vloer openen voor wat vragen uit het publiek. Mochten jullie geïnspireerd zijn. Kijk, ze springen omhoog. Ja, nu gaan we sneller. Ja. Meneer met de donkerblauwe trui. Ja. Ik heb een vraag. Als je kijkt naar het politieke speelveld, dan zie je dat populisme behoorlijk opkomt. Ziet u dat als een bedreiging in het komen tot een verantwoord beleid rond defensie en buitenland? Ja, ik denk, we hadden het er net al eventjes over, hè, maar populisme zorgt voor verdeeldheid. Terwijl je eigenlijk om dit soort problemen te kunnen tackelen, je wat meer gezamenlijkheid nodig hebt. We moeten tot gezamenlijke antwoorden komen. Ook op gebieden van migratie, op gebied van klimaat, op allerlei sociale vraagstukken die we hebben. We hebben een prachtige samenleving. Een samenleving waar iedereen zijn mening mag hebben. Maar laten we dat vooral met elkaar ook beschermen. Laten we zorgen dat dat zo blijft. En dat we dat kunnen blijven doen. Dat vereist wel dat we er samen aan gaan werken. En dat we ook vanuit die meningsverschillen, we hebben een beroemd poldermodel. De poldermodel, daar gaat er juist om dat je verschillende meningen toch bij elkaar weet te brengen. Laten we die kracht van dat poldermodel vooral met elkaar koesteren en gebruiken om dit soort problemen het hoofd te bieden. En polarisatie helpt daar niet bij, want dan op een gegeven moment ga je niet meer naar elkaar luisteren. En dat vind ik kwalijk. En je mag absoluut van mening verschillen, dat is juist goed, dat houdt iedereen ook scherp, maar je moet wel naar elkaar luisteren. Ik ben iets jonger dan u. Voor mij is de oorlog in Oekraïne of de invasie in Oekraïne eigenlijk de eerste keer dat ik me bewust meemaak dat er een conflict is op het Europese vasteland. Ik vroeg me daarom af, welke rol ziet u klimaat of klimaatverandering spelen bij de invasie in Oekraïne? Geen directe rol. De oorlog is niet begonnen door klimaatverandering, ook niet aangejaagd door klimaatverandering. Het is vooral begonnen door Poetin die dat land wilde aanvallen en in zijn bezit wilde hebben om zijn eigen redenen. Maar klimaat speelt op de achtergrond natuurlijk wel mee. Ik zat gisteren in Wenen in een groot congres met Arnold Schwarzenegger in één bankje. En I will be back. En met Klitschko. En Klitschko zit natuurlijk in Kiev. Die oud-wereldkampioen boksen is burgemeester van Kiev. En die gaf ook aan van ja, we hebben best wel veel last van nu in ons klimaat van deze oorlog. Omdat al onze landbouwgronden raken nu vergiftigd door deze oorlog. Onze grondwater, onze watervoorziening raakt vergiftigd en verontreinigd. Dus we hebben er heel veel last van. Het raakt ook direct de voedsellijnen van de wereld. Oekraïne is de graanschuur, samen met een stuk van Rusland, de graanschuur van de wereld. Ja, dat wordt nu bedreigd. Wat je onmiddellijk voelt in Afrika. We hebben dat al een keer eerder gehad. Dat voedseltekorten onder andere in Oekraïne leiden tot conflicten in Afrika. In de hele Arabische lente is daardoor ontstaan. Dus indirect zijn er heel veel relaties tussen het klimaat en Oekraïne. Er is ook een positieve relatie, want door Oekraïne en door de energiecrisis die daardoor is ontstaan, is eigenlijk de energietransitie in een versnelling gekomen. Wij willen nu met z'n allen versneld onafhankelijk zijn van Rusland, van Russisch gas en Russische olie. Dus iedereen legt nu paneeltjes op zijn dak en iedereen is nu bezig met energiemaatregelen. En dat is een goede ontwikkeling, helaas door een oorlog. Maar ik denk dat die effecten ook in die regio wel groter gaan worden. Als je nagaat dat het Arktisch gebied over 5 jaar gewoon weg is, dan hebben we geen Arktisch gebied meer. Is dat één groot open gebied met heel veel grondstoffen, dan zie je dat daar ook weer een soort strijd rond die grondstoffen gaat ontstaan. Plus dat het voor Rusland, doordat al dat ijs weg is, die wegen, die vaarwegen open gaan. Ze zijn nu een hele vloot aan het verplaatsen van de Zwarte Zee naar het noorden toe, naar het Arktisch gebied toe, zodat ze van daaruit in één keer de oceanen op kunnen. Dus je ziet allerlei verschuivingen ontstaan, militaire verschuivingen ook ontstaan, door klimaatverandering in die regio. Dus niet zozeer direct aan dit conflict gerelateerd, maar het wordt wel steeds meer een factor ook in toekomstige conflicten, ook die regio. Oké,
Oké, dan gaan we ook nog eventjes naar Defensie zelf kijken, want in uw boek... Er zijn nog een paar vragen, maar daar komt misschien straks nog aan toe. We hebben heel weinig tijd, ja. misschien na het interview kunt u meneer Wilder nog even opzoeken. Want in het boek steekt u ook de hand in eigen boezem over de groenheid van Defensie. Het leger is namelijk verreweg de grootste vervuiler van de Nederlandse overheid en van veel overheden in het buitenland... Ja. Ook. U draagt allemaal oplossingen aan om het leger te vergroenen. Maar het hoofddoel van Defensie is natuurlijk het beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten. Stel dat Defensie nou inderdaad een groot deel van het duurzaamheidsbudget of van het budget naar verduurzaming stuurt. Bent u dan ergens ook niet bang dat de slagkracht van het Nederlandse leger wat minder wordt vergeleken met landen die duurzaamheid helemaal niet hoog op de agenda hebben staan? Ja. Nee, en dat is natuurlijk een zorg van iedere militair ook. Hè? Ja. Die willen op zich wel verduurzamen, maar op het moment dat je dan een elektrische tank moet rijden die maar 20 kilometer kan rijden, dan schiet je niet zoveel op. Dus je moet het wel doen op een manier dat je je werk kan blijven doen, bij voorkeur nog wat beter kan doen. Ja. Maar ik denk dat dat geen excuus mag zijn om het niet te doen. En bij sommigen zie ik dat dat als een excuus wordt gebruikt. Oh. We kunnen minder goed ons werk doen, dus gaan we die verduurzaming, hou dat maar een beetje buiten de deur, laat anderen dat maar vooral doen. Ja. En dat vind ik niet goed. Gelukkig zie ik nu wel een kentering binnen Defensie ontstaan. En ik denk dat Defensie daar heel veel aan kan bijdragen. En sowieso ook andere rollen kan invullen. Hè. Dus Defensie kan iets doen aan klimaatinlichtingen. Bijvoorbeeld door al die fragiele regio's om ons heen, klimaat veel meer te integreren in de inlichtingassessments die we maken. En dan kan je dus ook veel meer inzicht krijgen op de potentiële gevolgen van klimaatverandering waar we mee geconfronteerd kan worden. Kan je daarop anticiperen en kan je helpen voorkomen. Dus de Defensie kan meehelpen om dat beeld over klimaatverandering helemaal integraal op te bouwen. Wij kunnen het veiligheidsdeeltje van dat beeld invullen. Dat is de inlichtingenkant. Daarnaast kunnen we aan de adaptatiekant natuurlijk helpen om al die programma's die in Afrika en Midden-Oosten gaan gebeuren, om de veiligheidsdimensie daarvan goed mee te nemen in die programma's. Zodat je dat doet op een manier dat het niet leidt tot meer conflicten, maar tot minder conflicten. Ja. Die kennis die hebben wij daarvoor, die moet je gaan gebruiken in toch wel die bredere besluitvorming en planmakerij. Mm-hmm. Maar ook Defensie zal ook zijn eigen infrastructuur, vitale infrastructuur in Nederland moeten helpen beschermen. De marinehaven in Den Helder wordt ook getroffen door zeespiegelstijgingen. Mm-hmm. Dus ook wij moeten eraan bijdragen dat we onszelf beter gaan beschermen. Dat we kunnen blijven doorfunctioneren in een veranderend klimaat. Ja. En Defensie moet denk ik helpen in de hele mitigatiekant. En dat is het terugdringen van de CO2-uitstoot waar we het net over had. Want 50% van de overheidsuitstoot komt van Defensie. Er is geen bedrijf in Nederland wat meer uitstoot dan Defensie. We hebben natuurlijk heel veel schepen, heel veel vliegtuigen en ook veel voertuigen en tanks. En ja, die stoten veel fossiele brandstof uit. En er zit Shell ook nog in Nederland. Kunt u nagaan? Ja, nou ja, daar vragen we zelf om, want wij gooien allemaal zelf onze tank vol daarmee. Ja. Dus je moet eerst naar onszelf kijken, denk ik. Maar ik denk dat Defensie veel kan bijdragen. En ik denk ook dat Defensie in die zin ook een soort platform voor vernieuwing kan zijn. Defensie kan sowieso al zijn infrastructuur vergroenen, zoals dat nu in de hele maatschappij gebeurt. Dan kan je dezelfde technologie gebruiken, dezelfde oplossingen gebruiken. Defensie kan ook alle kleinere voertuigen vergroenen, zoals dat ook in de maatschappij gebeurt. Dat gaat niet ten koste van je operationele inzetbaarheid. Dan kan je gewoon meegaan met de ontwikkelingen. Waar het lastiger wordt, is de hele zware capaciteiten. De vliegtuigen, de schepen, de tanks, die hele zware motoren nodig hebben, waarvoor nog geen goede groene alternatieven voorhanden zijn. En daar moet je denk ik gaan focussen op research en development. Van hoe kunnen wij een toekomstig marineschip gaan ontwikkelen wat zelfvoorzienend wordt? Hoe geweldig zou dat zijn? Ja. Op het moment dat je een schip kan maken wat zelfvoorzienend is, heeft dat enorme operationele voordelen. Kun je langer varen. Dat schip hoeft niet iedere keer naar die haven toe om te bevoorraden, kan gewoon door blijven varen. Ja. En dan ineens wordt het iets wat ook operationele voordeel heeft, waar je tegelijkertijd het klimaat mee kan dienen. En op die manier moeten we denk ik met dit thema omgaan. En dus de handen ineens slaan met de industrieën om te kijken hoe kunnen we die research en development samen vorm gaan geven op een manier dat we meer zelfvoorzienend gaan worden. Want in ook de eerste versie van dit boek en ook in eerdere interviews noemt u dit schip. Hè? Dit is een hobbyhorse van u. Hè? Een heel sprekend voorbeeld. Ja. 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 Hoe staat het eigenlijk mee? Want dit roept u nou al een paar jaar. En als er nou iemand is in Nederland die combinatie kan leggen, dan bent u het. Die industrie, heeft die daar zin in? Zegt die tegen u, we hebben dat gezien, dat gaan we doen? Ik zie de industrie het nu omarmen. Ja, dat betekent niet dat het er morgen is. Ja, we zitten gewoon nu, die omslag is in beweging gekomen. En die is in mijn ogen bijna onomkeerbaar, gelukkig.
Ja, dus er gaat nu een omslag plaatsvinden. Binnen 5 en 10 jaar rijden we allemaal elektrisch. En binnen 5 jaar daarna rijden ook alle vrachtauto's. Elektrisch of op waterstof of op iets anders. Hmm. De innovatie gaat door. En binnen niet te veel jaren daarna gaat ook iets met de luchtvaartsector gebeuren. Ja, ja. Ja, dus we zitten met z'n allen in die omslag. En dan kan Defensie niet het Cuba van die omslag worden. Wij kunnen niet in oldtimers blijven rijden op diesel. Terwijl de hele wereld op een andere manier gaat. Dat wordt ook onbetaalbaar. Dus Defensie zal mee moeten in die omslag. Maar zien ze dat zelf ook? Zijn zij nu bezig met het aanbesteden van dat schip? Ja, ik zie nu... Defensie met het aanbesteden nog niet. Dat is maar speciaal, Defensie, ik ben bezig. Ja. Nee, ik heb het niet meer in eigen hand. Hè? Maar Defensie is nu wel aan het kijken hoe kunnen we in onze verwerving die eisen gaan inbouwen in onze verwerving. Mm. En daar heeft Defensie natuurlijk een hele groot middel in handen. Ze hebben een zak geld, het Defensiebudget. Dat geld wordt besteed aan investeringen voor de toekomst. En dan moet je dus dit soort eisen aan die investeringen gaan stellen. Ja. En dat gaat nu wel gebeuren. Die komen erin? Ja, het gebeurt nu nog niet, maar het gaat komen. Ja, het beleid wordt nu geschreven en ik heb er wel vertrouwen in dat die omslag gaat gebeuren. Mag voor mij sneller. Dus ik ben daar ongeduldig in, maar het gaat wel gebeuren. En ik zie ook dat de industrieën ook dat knopje aan het omzetten zijn. Ze hebben het heel lang tegengehouden. Maar als ik bij de luchtvaartshow kom, bijvoorbeeld ik was in Farnborough in Engeland afgelopen jaar. Het centrale thema van al die luchtvaartmaatschappijen die aan het ontwikkelen zijn voor toekomstige luchtvaart was ESG. En ESG gaat over environment. Ja. Dus allemaal zijn ze aan het kijken van wat voor technologieën kunnen ons helpen om de luchtvaartsector te verduurzamen naar de toekomst toe. Ja. En wat we natuurlijk kunnen beginnen, ook binnen Defensie, is gewoon met biobrandstoffen. Met biobrandstoffen kan je nog steeds diezelfde voertuigen gebruiken, maar dan op een veel schonere manier. Ja. Dus je kan op korte termijn daar al mee beginnen. Oké, we hebben nog 5 minuten over, zie ik. Want we worden altijd kort gehouden in de tijd hier. Dus we hebben nog twee afsluitende vragen en dan kunnen we nog iets uit het publiek doen. Ja. Wat ik mij afvroeg, hè, want ik las dit boek en ik dacht, hoe kan het dat mensen die opgeleid zijn om veiligheidsrisico's te identificeren, niet de eerste waren die waarschuwden voor de effecten van klimaatverandering? Ja, nou eigenlijk was het wel zo, want de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben hier al meer dan 20 jaar geleden voor gewaarschuwd. Hmm. 2003? Ja. In het begin 2000 hebben die er al voor gewaarschuwd dat dit ging komen. De Amerikaanse, waar ik mee zeker, ik leid een wereldwijd netwerk hè, op het gebied van klimaat. Allemaal veiligheidsleiders die zich hier zorgen over maken. En mijn counterpart in Amerika werkte in het Pentagon. Hmm. En die was hier 20 jaar geleden al mee bezig. Maar hoe kan het dat... Maar voor Defensie is dit een beetje ver van de bedshow. Hmm. En dat was het voor mij ook hoor, tot 7 jaar geleden. En dan had ik ook wel zoiets, ja, klimaat is natuurlijk wel belangrijk, maar niet voor mij. Hmm. Wij moeten voor veiligheid zorgen. Ja. En klimaat, ja, dat is een ander ministerie, is daarvoor verantwoordelijk. Ja. Dus het was toch een beetje iets van, ja, ik heb al genoeg op mijn bordje en ik moet ook nog bezuinigen. Laat hun dat maar opknappen. En nu zien we dat het eigenlijk iets is wat alle ministeries raakt, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. Dus het is ook een soort bewustwording die nu aan het plaatsvinden is. Knijpt u zichzelf nog wel eens dat u denkt, waren we er toen maar bij geweest, 2003? Ja, nou, ik denk dat we nog steeds op tijd kunnen zijn. Ik denk dat we nog steeds heel veel ellende kunnen voorkomen. Wij hebben nu de luxe dat we heel veel kennis hebben. Wij weten nu, en dat heb ik nog nooit bij conflicten meegemaakt, wij kunnen nu al de volgende conflicten zien aankomen op het gebied van klimaat. Ja, ja, ja. Als gevolg van klimaat. Ja. Dat hebben we nog nooit gehad bij andere conflicten. De meeste kwamen als verrassing. Dus we hebben nu de kennis, we weten dat het gaat komen. Dat geeft ons ook de verantwoordelijkheid om er nu iets aan te doen. Om ons daarop voor te bereiden en als het even kan om het te voorkomen. En daar zet ik mij dus voor in, om mensen daarvoor in beweging te krijgen. Ja, en wat denkt u dat de beste manier is om die boodschap dan over te brengen? Want in uw carrière stond natuurlijk dienstbaarheid en gehoorzaamheid centraal. Ja. Dus we vroegen ons ook af, hoe kijkt u dan naar een organisatie als bijvoorbeeld Extinction Rebellion, die op de A12 staat, met een heel groot hart voor het milieu, maar daarbij wel de wet overtreedt. Ja. Is dat de juiste manier om het te doen, denkt u? Ik heb dat uitgebreid met ze besproken. Ja. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie, ja, wij staan voor hetzelfde doel. Yeah. We zetten ons allebei daarvoor in, alleen we doen dat op verschillende manieren. En ik heb wat moeite met de manier waarop zij dat soms doen. Ik denk, de protesten die ze doen en het vastlijmen, nou, ik vind dat allemaal prima, dat mogen ze voor mij best wel doen. Mm. Alleen op het moment dat zich daar allerlei hooligans bij gaan aansluiten, dat het echt een negatieve spin-off gaat krijgen, dat het ook negatief op hunzelf gaat afstralen, ja, dan wordt het contraproductief.
En ik doe dat op mijn eigen manier. Mijn manier is toch mensen erin meenemen. We zitten nu in een huidige samenleving die helemaal op fossiele brandstoffen draait. Ja. We moeten die samenleving gaan omvormen. En dan kan je wel zeggen, die samenleving die doet het allemaal fout en die klopt niet. En dat moet, maar daarmee verander je ze niet. He, dus je moet ze eigenlijk meenemen in die verandering. Je moet ze laten zien dat het noodzakelijk is. En je moet ze ook weer nieuwe kansen geven om onderdeel te worden van de oplossing. En daar zet ik mij vooral voor in. Ja. Ja. Ik denk dat we nog één publieksvraag even doen. En dan vragen we u om een advies. Even kijken. Nou, ik zie ook, jij was heel snel. Heel goed. Ja, die shirt. Hallo, ik heb een vraag. De belangrijkste rol van het ministerie van Defensie lijkt mij toch dat het is om de Nederlandse belangen te behartigen en de veiligheid in Nederland te waarborgen. Wanneer jullie naar het buitenland toe gaat, dan gaat het alsnog vooral vanuit het belang van Nederland. Tegelijkertijd zijn wij als Nederlanders ook hele grote vervuilers. Je hoort heel vaak dat als iedereen als een Nederlander leefde, dan hadden wij, ik weet niet hoeveel, maar zoveel aardbollen nodig, 3,5 of zoiets. Hoe valt dat precies te rijmen met dat wij, dat het ministerie van Defensie de Nederlandse belangen wil behartigen? Hoe voelt dat voor u eigenlijk? Want uiteindelijk willen wij als Nederland ook alles schoon doen, maar toch door blijven groeien en ja, voor mij valt het heel moeilijk te rijmen en ik wil graag weten hoe je daar tegenaan kijkt. Ja. Nou, eigenlijk komt het allebei samen in het woord klimaatgeneraal. Hè. Dan breng je die twee werelden eigenlijk bij elkaar. Want ik bescherm inderdaad Nederland, Nederlandse belangen, maar Nederland is ook een vervuilend land. Dus wat ik laat zien is dat als wij blijven vervuilen, dat we daar onszelf in de voet schieten. Dat we daar enorm veel last van gaan krijgen. Dus wij moeten stoppen met dat vervuilen. Wij moeten zorgen dat wij voorop gaan lopen in toch meer naar de omslag naar een circulaire economie. En als wij dat gat tussen vraag en aanbod gaan willen overbruggen, wat ik in het begin beschreef, dan moeten we onszelf meer grondstof onafhankelijk gaan maken. Op dit moment, alles wat wij produceren, niet alleen in Nederland, maar in de wereld, wordt maar 8% van hergebruikt. En dat zijn miljoenen tonnen per jaar aan spullen. 92% wordt dus weggegooid of verbrand. 92%. En ieder jaar weer gaan we weer opnieuw miljoenen tonnen produceren. Kijk hoeveel kleren we in de kast hebben liggen, hoeveel schoenen we thuis hebben staan, hoe vaak je ze draagt. En wij zijn allemaal ingericht op consumptie en verbruik. En we moeten die cirkel gaan sluiten. We moeten zorgen dat we naar die circulariteit toe gaan. En dat we dus veel meer materialen kunnen gaan hergebruiken. Dat we minder afhankelijk van die grondstoffen worden. En daarmee voorkomen we heel veel onveiligheid, daarmee voorkomen we heel veel van de dingen die we hier besproken hebben. Dus voor mij vallen die twee samen. Het begint wel ook met inderdaad die wereld, die vervuilende wereld die ik dan help beschermen in Nederland, minder vervuilend te maken. En daarmee wordt ook de omgeving minder bedreigend voor ons. Dus die twee zijn echt aan elkaar verbonden. Dan, we hebben hier een zaal vol met jonge mensen. Die zitten dan een uur naar u te luisteren en die denken daarna natuurlijk, hier wil ik aan bijdragen. Ja. Wat kunnen deze mensen nou het beste doen? Moeten ze lid worden van Extinction Rebellion? Moeten ze bij het leger? Wat voor advies hebt u? Ik vind dat ze vooral hun eigen hart moeten volgen. Je moet vooral kijken waar wil ik een verschil maken? En waar kan ik ook iets betekenen? En ga vooral die lijn volgen. En of dat nou in Defensie, buiten Defensie of Extinction Rebellion, maakt mij niet zoveel uit. Zolang je maar dicht bij jezelf blijft. Ik heb gemerkt dat door toch zo'n doel in je leven, een soort purpose in je leven te vinden, wat ook een bredere meerwaarde heeft, dat heeft mij enorm veel voldoening gebracht. Ik hoop echt dat jullie ook zo'n purpose gaan vinden. En ik zou zeggen, think big, act small, start somewhere. Dus durf groot te denken. Klimaatverandering is natuurlijk een enorm probleem en voor velen een te groot probleem. Dan denk je, ja, dat is zo enorm, wat kan ik daar nou aan doen? Ik ben maar een simpel student of ook ik ben maar een simpele generaal. Wat kan ik daar nou aan doen? Maar ik heb gezien dat wij allemaal een verschil kunnen maken. Mm. Ik ga toch nog één voorbeeld uit het boek geven. En dat is van een kunstenaar, een beeldhouwer, die naar mij toe kwam. En die zei van, generaal, ik kan het wereldwaterprobleem oplossen. Ik kan water uit woestijnlucht halen. Zo. En dat klonk te fantastisch om waar te zijn. En eigenlijk wilde ik hem succes wensen en doorlopen. Maar ik dacht, nou laat ik hem een kans geven. Als dit werkt. En ik heb hem meegenomen naar Mali, hij heeft zijn ontwikkeling daar getest en hij slaagt erin om een glas water uit de lucht te halen. Met heel weinig stroom, op een zonnepaneel.
En dat is uniek in de wereld. Heel veel bedrijven die daarnaar kijken, die dat willen doen, maar die hebben heel veel stroom nodig. Alleen een glas is niet zoveel. Maar hij is doorgaan ontwikkelen, Defensie is hem blijven helpen. En een paar jaar geleden heeft hij een apparaatje, zo groot, met ook een zonnepaneel, dat haalde 20, 30 liter water per dag uit de lucht. En daarmee kan je een gezin onderhouden in de Sahelregio. En in het afgelopen jaar, in de World Expo in Dubai, had hij een grotere versie. En daar produceerde hij 1000 liter water per dag. En zo zie je dat, dat één man, een kunstenaar, met een briljant idee, die daar stront eigenwijs achteraan blijft jagen, want hij heeft dit 10 jaar lang uit zijn eigen zak lopen doen, een enorm wereldwijd verschil kan gaan maken. Dus ik zou zeggen, blijf ook geloven in het verschil wat je zelf kan maken. Eén persoon kan een groot verschil maken. En een Chinees spreekwoord is, heel veel kleine druppeltjes vormen ook een rivier. Dus als we allemaal dat druppeltje zijn, dan gaat er een rivier komen en dan gaat dat verandering brengen. Dus blijf daar wel in geloven, blijf je hart volgen en durf groot te denken, maar begin vooral in je eigen omgeving, begin vooral in je eigen invloedssfeer en begin vooral. Ja, zo mooie noot om op te eindigen. Meneer Middendorp, hartstikke bedankt voor het delen van alle inzichten. Jullie in het publiek ook erg bedankt voor jullie goede vragen. Op 24 mei zijn we terug. Dan hebben we Margot Jefferson te gast van 1 tot 2 uur. Zij is een Amerikaans journaliste en auteur van de boeken Negroland en Constructing a Nervous System. En mocht je nou denken, ik wil nog een paar uur doorbrengen met meneer Middendorp. Goed nieuws, dat kan. Dan moet je vooral dit boek lezen. Dat is daar te koop. Als je onze interviews nou nog terug wil kijken, dat kan op ons YouTube-kanaal. En je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief, dan weet je ook van de volgende interviews. Meneer Middendorp. We hadden nog een nieuwtje. We hebben nog 2 scoops. Ik was het helemaal vergeten. Want dit boek gaat best wel goed, hè? En zo wil je nooit een goede verslag geven, nee. Dat je de scoop laat liggen. Nee, de schaambrood staat me op de kaken. Nee, het nieuwtje is dat het boek ook in het Engels en het Frans uitgegeven gaat worden. Dus ook voor de internationale studenten toegankelijk wordt. Maar ook breder. Ik heb gemerkt, ik ben absoluut geen schrijver. Als je mij 3 jaar geleden had gevraagd, ga jij een boek schrijven? Had ik gezegd, had je voor gek verklaard. Maar ik heb wel gemerkt dat het een middel is om dingen toch te kunnen uitleggen. En het is een beetje een storytelling boek. Dus aan de hand van allerlei ervaringen en voorbeelden laat ik gewoon zien, toch wel een complex thema, als klimaat en veiligheid, hoe die twee aan elkaar gerelateerd zijn. En de tweede helft van het boek gaat vooral over oplossingen. Want ik vind het ook een beetje lastig om alleen maar over zwarte scenario's te praten. Daar word je alleen maar sip van. We moeten ook samen aan oplossingen werken. En vooral jullie moeten aan oplossingen gaan werken, want dat is jullie toekomst. En ik geef alleen maar een duwtje daarin. En ik hoop dat duurtje nog een post te kunnen blijven geven. Maar het wordt dus in het Engels en het Frans uitgegeven. En we zijn ook bijna rond met het verfilmen in een documentaire. Dat ook gaat gebeuren. Kijk. Dus dat zou prachtig zijn. Zeker. Op het witte doek. Ja. Nou. Daar kijken we naar uit. We gaan het kijken. Dank ook voor het nieuws. En dank ook jullie voor jullie komst. Groot applaus voor meneer Middendorp. Dank jullie.